boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Hallo allemaal, ik ben Marion. En dit is weer een nieuwe serie van De Vijf. En het thema dit keer is Halloween. En ik vind dit zelf persoonlijk een hele leuke feestdag. Het is een beetje spannend, griezelig, maar gezellig ook wel. Ik heb 5 projecten bedacht waarmee je je huis toch wel een beetje gezellig in Halloween sfeer kunt brengen. Het papier dat ik ga gebruiken voor alle projecten is dit papier van Echo Park, Chillingworth Manor. Het is heel griezelig eng papier, maar ook wel weer een beetje leuk natuurlijk. En dit is een hele collection kit en dat bestaat uit felle designpapier. Het zijn allemaal vellen van 30,5 bij 30,5 centimeter. Maar er zitten ook stickers bij en labels. En het is heel leuk om te verwerken. En omdat ik dus voor elk project hetzelfde papier gebruik, maken we een beetje een eenheid in alle dingen die we gaan maken. Het eerste project dat we gaan maken is een deurhanger voor aan de voordeur. En als basis, ik heb al een klein beetje wat voorverwerkt, is gewoon een stuk karton. Op A4 formaat. Ik heb de achterkant zwart gemaakt. Zwart met gewoon met zwarte verf. Want anders zie je dat rare kartonkleurtje aan de achterkant. En dat vond ik niet zo heel erg mooi. Ik heb een vel designpapier genomen. Dat erop geplakt. Ik heb wel even van tevoren even een middenstuk eruit gesneden. Omdat hier zo meteen nog een vel papier bovenop gaat. En dan vind ik het een beetje zonde als dat groot stuk papier wat hier dan onder zit wegvalt. Dus dat heb ik eruit gesneden, want dat kan ik voor andere projecten ook nog gebruiken. En daarna heb ik het gewoon met wat lijm vastgeplakt. Netjes op maat gesneden en daarna de randen met wat zwarte distress inkt beïnkt. En hier komt mijn project bovenop. Ik heb al een vel papier uitgesneden van die serie. Dat is deze. En die heb ik gesneden op de maat, ik zal even spieken, 19 bij 27,7. En dat is zeg maar 2 centimeter kleiner als het karton wat ik heb. En dat ga ik hierop beplakken. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst de randen van het oranje papier even met een distress tool bewerken. En ook even met wat zwarte inkt, zodat het net even wat meer effect gaat krijgen. Zo, ik heb al mijn randen wat ruwer gemaakt met die distresser. En dan ga ik met de distress inkt Black Soot de randen een beetje accentueren. Door er dus wat inkt overheen te doen. Alle randen zijn nu bewerkt met de distresser en beinkt met wat mooie zwarte inkt. En dan kan ik hem hier bovenop gaan plakken. Dus ik neem even wat lijm van de lijmroller. Kan ik hem mooi in het midden plakken. Zo. Ik hou de inkt nog even bij de hand, want ik heb zo meteen nog meer elementen die ik met wat zwarte inkt wil bewerken. Ik heb mij door een scrapbook schets laten inspireren om dit helemaal op te werken. Ik heb uit het papierblok wat elementen geknipt. Een hele leuke skelet met een koetsje. En ik heb van de restjes, of van de papier heb ik kleine stripjes gesneden. Ook met een beetje restjes die ik dus heb gebruikt van dit papier. En ik ga alle papiertjes en elementen met zwarte inkt bewerken. En dan kunnen we die dan meteen netjes mooi op hun plekje plakken. Zo, dit is de laatste. Ik heb waarschijnlijk meer stripjes dan nodig is, maar dan kan ik zo meteen een beetje schuiven en een beetje rommelen en kijken wat mooier staat. Dan heb ik meneer Skellison, die gaat hier bovenin. En zoals ik al zei, heb ik me laten inspireren door een schets die ik tegenkwam voor het scrapboeken. Dus op die manier gaan we hier iets moois van maken. En dit zijn stripjes die zijn 1 centimeter bij 11 centimeter lang. Ik heb gewoon aan de bovenkant van mijn scrapbookpapier heb ik gewoon 1 centimeter afgesneden. En dan kun je er sowieso 2 van die stripjes uithalen. En de rest van het papier gebruik je gewoon even ergens anders voor. Dan kun je een beetje schuiven.
kijken wat mooi is. Dan heb ik hier uit zo'n designvel. Zo'n grappig. Wat is het? Een soort van ticket gehaald. En dan horen eigenlijk hier onderop ook nog kleine stripjes. Als ik die dan eens verwissel. Het is dubbelzijdig papier, dus je kan de achterkant ook nog gebruiken. Het groen is wel leuk als dat een beetje terugkomt. Zo. Beetje schuiven, een beetje doen. En dan kom je er vanzelf. Dan mis ik alleen nog zo'n stripje met dat groen niet tussen. Nou, zo wil ik het ongeveer hebben. Die onderste stripjes, die knip ik zo meteen even op maat. En dan kunnen die ook vastgeplakt worden. En dan ga ik voorzichtig beginnen met het eerste stripje om dat te bevestigen. Deze laat ik nog even los en die ga ik zo meteen op foam plakken. Dan gaan we nu gewoon één voor één de stripjes bevestigen. Al mijn stripjes zitten erop. En dan kunnen we meneer Skeleton op gaan plakken. Maar ik zit me net te bedenken dat het misschien wel mooier is als we hier ook de randen wat van af gaan rafelen met de distressor. Dus dat gaan we gewoon even doen. Dat is work in progress. Dus dan ben je bezig en dan bedenk je opeens dat het misschien ook anders kan. Dus bij deze gaan we net even weer wat anders doen. Maar dat maakt het juist wel weer een beetje leuk. Even beïnkt. Even al het gruis van tafel. Ja, dat maakt het net even wat meer af. Dan kunnen we die gaan bevestigen. En ik heb om in stijl te blijven gekozen voor zwarte foamblokjes. Deze zijn van Scrapbook Adhesive. Het zijn mooie grote zwarte blokken. En het is een wat dikker foamblokje. Dus voor 3D'en kun je wel gebruiken, maar dan ga je meteen heel snel de hoogte in. Maar voor dit soort projecten is dit echt perfect. Ik ben niet te zuinig met de blokjes. Zo, de laatste drie. En dan kan die op zijn plekje. Zo. Even spieken of die een beetje recht zit. Ja. En als het een klein beetje scheef is, is dat ook niet zo erg. Het is en blijft handwerk. Nou ja, dit is nog een beetje saai, dus we gaan hem nog even wat gezelliger maken. Dus ik neem even mijn vel met stickers erbij. En ja, dat vel zit echt ontzettend vol met mooie, leuke, gezellige stickers, wat allemaal een beetje bij elkaar past. Dus we hebben met tekstjes en gezellige enge beestjes en dergelijke. Nou, meneer Skeleton komt hier ook nog een kindje voor. Dus die ga ik niet gebruiken, want dat vind ik er dan weer niet zo bij passen. Wat ik sowieso wil gebruiken is een van deze stickers. Zodat als ik hem aan mijn voordeur hangen, dat de buren dan wel weten dat het een Halloween deurhanger is. Ik denk dat ik deze neem, het Haunted. Die ga ik hierboven plakken. Dan druk ik hem nog niet helemaal vast, want dan kan ik zo meteen nog een beetje schuiven en doen. De sticker die ik ook wilde gebruiken was deze grote sticker. Dus ik ga even kijken of dat mooi staat. Die wilde ik hier. Ja, dat kan wel, maar dan ga ik hem ook met een foamdotje eventjes wat meer ophogen.
Dat kan gewoon. Het is wel een sticker, maar je plakt er gewoon foompjes achter. En dan krijgt het net even wat meer dimensie. Zo. Die ga ik hier onderin doen. Dan ga ik even op mijn vel kijken of er nog een sticker bij zit die ik nog wel kan gebruiken. Ja, zoveel heeft hij natuurlijk niet echt nodig. Ik zie hier nog een klein dingetje met creepy. Dat is wel leuk om te gebruiken. Spooky. Sterretjes. Ik denk dat het wel leuk is om misschien die creepy te gebruiken. Even kijken waar we hem dan gaan doen. Creepy, hier bij het wiel. Zo. Het enige wat nu nog rest is ervoor te zorgen dat hij kan hangen. Dus ik ga even met mijn potlood en mijn liniaal twee kleine puntjes zetten. Dan gaan we eens even kijken. Want het moet wel een beetje gelijk zijn. Dan doen we hier een gaatje maken. En daar een gaatje maken. Dat zit dan denk ik wel een beetje gelijk. Ja. Dan neem ik mijn crocodile. Dan ga ik heel eventjes uit beeld. Want anders kan ik even niet goed zien of die dan wel in het midden zit. Zo, dat is één. Nog een keer. De andere zijde. Zo. Twee gaatjes gemaakt. Dan pak ik even twee kleine zilverkleurige eyelets. Goud of zwart of welke kleur je dan wil, dat kan natuurlijk ook. Maar ik had even zilver bij de hand. Dus ik denk dan nemen we die. Even omdraaien. En dan de eyelets erin zetten. Dat is één. Dat is twee. En dan heb ik hier een zwart lintje. Ik heb lekker een lang stuk genomen, want ik weet niet precies hoe lang ik hem aan mijn deur wil hebben. Gaan we even kijken wat we er doorheen kunnen friemelen. Nee, dat gaat niet lukken. Dus ik neem even een schaar en knip ik er even een puntje aan. Dan kan ik hem makkelijker door het gaatje heen steken. Zo, dan maak ik gewoon even een knoopje in. Niks bijzonders. Gewoon een simpel knoopje. Ik knip hem wel even met een kartelschaar eventjes. Zo. Even dat het niet kan rafelen. En eens even kijken hoe lang ik hem wil hebben. Ik knip vast een puntje aan het lint. Ik denk dat het zo lang wel genoeg is. Dus dan is het weer een kwestie van een knoopje erin. En de deurhanger is klaar.
Dan heeft hij dus een touwtje om aan te hangen. Oh, hier zat hij nog niet helemaal vast. En zo is hij geworden. Dit is het eerste project van de vijf. Er volgen dus nog vier. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag! This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween, Halloween. Tiddlumblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we're not mean. In our town of Halloween. In this town. Don't we love it now? Everyone's